In de buurt van het Sportpaleis wordt er druk gerepeteerd voor de 25e editie van The Night of the Proms. De muzikanten spelen en herspelen bladeren partituur die hen gedirigeerd wordt door Robert Rollo. We hebben nu zes repetities achter de rug en we hebben eigenlijk alles al grondig doorgenomen. Dus vanaf morgen gaan we in het Sportpaleis repeteren met alles erop en eraan, zal ik maar zeggen. Hè, met de kostumering, dat is ook heel wat beweging op de scène en dingen die moeten ingestudeerd worden, choreografie zeg maar. Hè. Dus daar zal wel heel veel tijd, dat zal wel heel veel tijd in beslag nemen. Maar muzikaal staan we eigenlijk klaar. Hoe is het voor de Catona-twins om met Il Novecento samen te spelen? It's an amazing feeling because most of the time we just play two of us. There are not too many concertos for two guitars, no, because there are a couple, but not too many. So it's always a nice thing for us to play with the backing of the orchestra. It's quite unusual for us. Hoe kijken de broers er naar uit om met bekende artiesten op te treden? Normally we just play with classical artists, and it's fantastic to have this mixture. I think is really entertaining and is just great fun. Yeah, we are doing a Stairway with John Myers, and so for the first time after I don't know how many 20 years we got to play on steel string guitar again for that particular piece, because it sounds better on steel string than on a classical nylon string guitar. So that's quite exciting, but again something new we have never done before. Roxette, ze zijn er eindelijk. Ze zijn er eindelijk, ja. Marie is ook aandoenlijk gelukkig. Het is voor haar op veel meer fronten dan voor ons een zaligheid om hier eindelijk te zijn. Want dat brengt natuurlijk bij haar heel veel herinneringen terug en emoties. Het is inderdaad feest. Het zijn fantastische popnummers. Het is van de Zweedse school van popliedjes. ABBA is daar de grootste icoon van. En dan wellicht volgt in het zog Roxette met enorm veel wereldwijde hits. Geweldige nummers die zich geweldig lenen tot orkestratie. Pop ontmoet nog altijd klassiek. Wat mogen we van klassiek verwachten dan? Ja, we spelen heel leuke nummers. Dichter en Boer van Frans van Soupé. Dat is zo'n beetje de popmuzikant van de klassieke muziek in de 19e eeuw. Begin 19e eeuw. En we spelen ook Brahms, overbekend. En Zweedse Rhapsodie. Dat is iets dat we nog niet gespeeld hebben. Een beetje als introductie op Roxette. Vrijdag de allereerste noot. De allereerste noot is een do. De 25e editie van The Night of the Proms vanaf vrijdag 23 oktober in het Antwerpse Sportpaleis.